Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nieuw Dremus. Jawel, ik zet juist mijn computer aan. Goedemorgen allemaal. Ik ga hier toch nog wat licht maken. Valassa. Ik ga nu. Oh my god, er zit weer alleen te pinken. Ik ga dus nu de bestanden op mijn computer gooien. Van de vlog van gisteren en dan die nog gauw in elkaar steken. En dan go, go, go naar de panels. Jee. Tot straks allemaal. Vandaag gaan we alles wat chill aanpakken. Waarom? En wat mijn vlog steekt nu al in elkaar. Ik ben blij dat die is nu volle bak bezig. Ik ben nu mijn heuptasje. Nog aan het doen. Wel ondersteboven. Moet kunnen. Daar kan ik dan mijn mesje in steken. Portefeuille, die ligt nog in een auto. Ah ja, wat ik ook nog kan doen, nog subiet nog op mijn computer. Dus iedereen nog een goede dag wensen. En dan vertrekken. Voilà, dat ga ik toch nu nog doen. Voilà, kijk, hup. Nee, eerst mijn schoenen zoeken. Die heb ik eerst voor gezet. Ja, ik was even ergens om aan het vloeken. Maar ja, dat mag ook wel eens. Voilà, ik zit terug achter mijn computer. Nog die ene taak ook nog vervullen. Achter mijn computer. En dan kan ik vertrekken. Allee, tot straks allemaal. Yo. Voilà, hier in de Mediamarkt aangekomen. Even een nieuwe gsm's bekijken. Voor mij ook later. Want, dames en heren, ik heb jullie ook laten zien. Ik ben dus aan vernieuwing toe. Met die 4K kwaliteit zien jullie het goed. Zo, ik heb er twee modelletjes bij. Ik ga jullie laten nu. Hallo kijkers, na Mediamarkt ben ik hier nu terug, ook alleen. We zijn gewoon naar de gsm's gaan kijken, want ik heb mijn oude gsm nog altijd, hè, mensen. Dus ik heb geen geld uitgegeven voor een nieuwe gsm. Nee. Maar toch dat ze daar zo voor het raam liggen van, oh, die zien er zo schoon uit, ik wil die hebben. Nee, ik heb het toch niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, mensen. Ik heb het niet gedaan. Oh, mannetjes. En het is ook weer al warm. Ik ga sowieso al één ding zeggen. Om van de 7 uur 's avonds. Ik heb nog één ding opstaan op mijn programma. Dat is dus mijn was sorteren. Ik moet nog douchen opnieuw. Dan is het al redelijk laat. Ik ga zo zeggen, de Q&A die blijft. Dus ja, elke maandag wordt de Q&A topic dan veranderd. Dan ga ik die meenemen. Deze Q&A topic ga ik meenemen nu naar zaterdag toe. Zaterdag doe ik dan, zondag. Zondag doe ik dan de nieuwe Q&A. Ja, ik ben ook zo wat aan het improviseren. Dus zo wat veranderingen in aan brengen in mijn Cycle TV. Weekplanning, wat jullie normaal gezien zo gewoon zijn van, ah ja, maandag maar, neemt hij de Q&A op en dan wordt dat uitgezonden als dinsdags. Joepie KJ. Nee, ik ga dat dus zo doen. Ik ga dat zondag opnemen. En dan maandags om 7 uur komt het dan online. Dat is ook wel eens leuker. Omhoog van. Dan hebben jullie ook al jullie werkdag gehad of jullie schooldag gehad. En dan zo kunnen jullie nog naar uitkijken naar de Q&A. Want dan zo'n maandag, dan, oh ja, oh maandag, oh het is een nieuwe week, oh wat heeft hij voor antwoorden gegeven? En dat is dat altijd zo mooi om de week daarmee te starten met allemaal antwoorden. Ik
geweldig. De jongen en de meisje, gewoon die hier langs mij staan, zijn gewoon aan het chicken. Aan het kauwgommen. Dat is echt mij al opgevallen. Hè. Als de meisje aan het kauwgommen is, dan is meestal ook de jongen aan het meedoen. Maar niet andersom. Dat is mij allemaal eigenlijk wel al opgevallen. Meisjes, wat hebben jullie allemaal voor krachten dat jullie zo de jongens kunnen manipuleren? Dat is hier groen en dan staan ze nog allemaal stil. What the fuck? Ja, ik heb hier wat afgestookt. Dat was niet de bedoeling. Want echt waar, ik heb hier nu al 4 auto's al voorbij gestoken. Maar je 70 mocht. En ik kan een BMW niet bijhouden. Een BMW. Maar ik weet niet welke serie. Shit! Het is zo een Jeep-achtige BMW. Zwarte kleur. Ik weet het, het is zeer abetant, zo filmen. Nu staat nog alleen nog deze kant nog open, die kant. En ja, ik ga het ook eerlijk toegeven, de bezoeker is weer, ja. Maar we hebben dat zo afgesproken dat ik dat zo altijd ga doen. Bezoeken. Voilà, dan weten jullie dat ook. Hopelijk sta ik hier nu bij de rode lichten. Stil. Dus rood, 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 dus rood. Wat kom jij hier doen op mijn rijstrookje? Rood, voilà. En nu probeer je zo snel mogelijk toe te doen. Hop, 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 hop. Toe. Voilà, dat is toe. Het is net goed. Alles. Oh. Manneke, het is warm. Alles, Alken Centrum. Gaan we nu in. Goed aan mijn pinker, en nu is het normaal, hè? Tik, 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 tik. Soms zou ik het toch eens zo doorslaan. Ah, nu doet het me het weer al niet. Zie je, als ik het dus echt aan iemand anders er wat eens laten horen of laten zien, nee, dan doet mijn pinker zijn eigen zin. Dan zeg mijn pinker, nee, ik ga het terug normaal gedragen. Au. Au, oeps, I did it again. I blame it with your heart. En hoe vinden jullie de autovlog? Want vroeger deed ik dat ook al veel hoor, autovloggen. Dat heb ik wel met mijn vlogjes eens terug eens gaan herbekijken en al. De echte hele vroegere vlogs. Dus dan zeg ik tegen de vlogs van tussen de 1 en de 100. Pak de 1 en de 500 ben ik nu aan het kijken. En ik ben daar terug wat ideeën aan het opsprokkelen van hoe heb ik het vroeger gedaan. Hoe ga ik het nu dan aanpakken met mijn, na mijn break en al. Ik ben er nog altijd aan het denken. En ik zeg het u, dat denken. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Ja. Oh. Ik ben uitgeput, ik ben moe. Ik ga heel eerlijk zijn, ook eerlijk toegeven. Ik heb zeer slecht geslapen.
Ik heb vandaag ook een go-word gegeven aan Soundpumps om een gesprek met een dingen. Allee. Help. Traumazorg aan te speuren. Je moet het toch ook wel eens binnenkort ergens rooilichten gaan zetten, man. Dat duurt hier toch ook wel soms lang. Voor over te steken. Oh. Wat heb je vandaag gedaan op het werk? 20 liter bussen gestapeld. 20 liter bussen op de band gezet. Ik heb die ook heel even in een kor mogen bestikken, maar ja, dan heb ik weer al overgenomen om te stapelen. Mijn collega's zijn wel slim hoor. Om zo'n omwisje te doen om toch niet te stapelen of niet op te zetten. Ik heb een door hoor. Ik heb een door. Maar ja, maakt niet uit. Ik lach er nog mee. Ik lach er nog gewoon mee. Oh, en mensen, en wat met zo warme dagen en al. Ik blijf het niet genoeg zeggen in mijn vlogs. Ja, eigenlijk zeg ik het niet genoeg in mijn vlogs. Drink voldoende water. Drink voldoende water. Als het echt altijd goed warm is. Want we zitten terug in de twee zomermaanden. En dan kan het soms wel eens snikheet worden. Soms ook wel eens goed fris. Een goede afkoelingsgelijk onweer, regen, bliksem, hagel, noem maar op. Voilà. Ik kijk jullie later. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd zeg ik, yo 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 yo. Mensen. Ik heb toch nog wel een moment gevonden voor de Q&A toch nog op te nemen. Dus na deze fragment zou ik zeggen, geniet maar van weer al van de kijkersvragen. De kijkersvragen kunnen hier onderaan gedropt worden, oftewel ook op mijn Discord. We beginnen altijd eerst met de vragen van Discord en daarna de vragen van YouTube. Natuurlijk. Allee, ik ga daar eens aan beginnen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Want ik doe dat via OBS. En hopelijk is deze vlog dan nog wel 4K. Tot later. Yo. Hallo kikkers. Welkom nog eens een keer op een Q&A. Dus ik heb toch wel de moed gekregen om toch nog de Q&A vragen te beantwoorden. Het gaat redelijk laat worden voor mij vandaag. Ook om de montage te doen en al. Dus ik heb dat er allemaal voor over voor jullie. Je ziet het toch. Allee, Doekie, wil je eens een hele week een eetdagboek bijhouden en dat is publiceren? Nee. Dus alles wat je eet, slash drinkt, plus hoeveelheden opschrijven? Nee, daar ga ik dus echt niet aan beginnen, Doekie. Want dat loopt toch gigantisch mis. Dus en de hoeveelheden en al, ik weet nog niet hoeveelheden dat mijn mama in zo'n bakje doet. Dus ik kan daar echt de hoeveelheden nooit opschrijven. Dankjewel. E-mail. Chrisje weg, Bea bijna weg. Je gaat echt niets meer hebben, maat. Oh jawel hoor, e-mail. Want alles is nog altijd goed aan het verlopen. Is het waar dat je nu bijna geen seks meer hebt en dat je daardoor wat gefrustreerd rondloopt en je hierdoor ook 2 weken ziek thuis zat? Nee, dat heeft met totaal iets heel anders te maken. Ik ga binnenkort ook daarvoor hulp voor krijgen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat ik eindelijk die stap heb durven te zetten om naar een psychiater te gaan. Om alles eens uit te klaren. Om mijn rugzak eindelijk eens leeg te maken. Steven Noppen. Hoe voelt het om een vriend te verliezen? Slecht. Heel slecht, want daar kan ik niet tegen. Wat zijn de redenen waarom je vriendschappen verloren gaan? Waarom zo diep je vragen? Echt waar.
Dat weet ik niet. Voilà. Heb je ooit een vriend verloren en zo ja, heb je dat... Hoe heb je dat ervaren? Ja, gewoon dat het leven gewoon vooruit gaat. Het leven staat niet stil. Voilà. Hoe gaat het om het verlies van een vriend? Hoe ga je om met een... Het leven gaat gewoon door. Voilà. Wat mis je het meest wanneer je een vriend verliest? Het leven gaat gewoon door. Wat zijn de tekenen dat een vriendschap op het punt staat te eindigen? Echt waar. Daar kan ik allemaal geen antwoord op geven, Steven. Sorry. Sorry dat je zoveel vragen hebt neergeschreven. Echt waar. Sorry. Daar kan ik allemaal geen antwoord op geven. Echt niet. En hoe ik het aanvaard en al. Iedereen aanvaardt dat heel anders. Ik kan dat heel snel een plaatsje geven. En omwille van dat ik nog altijd een hobby heb. Dat is nog altijd vloggen en al. En daar houdt mij nog altijd sterk recht. Voilà. Dus al uw vragen, sorry. Dat is mijn één grote antwoord. Dan kipknots. Ik ga daar dus weer een limiet op gaan plakken van 15 vragen. Wat is je volledige naam en hoe oud ben je? Mijn naam is Dimitri Remus. Ik ben 36 jaar jong. Waar ben je geboren? Ho, ja, bij mijn moeder, hè, waar dat ik ben geboren. Ik ben geboren bij mijn moeder. En waar woon je nu? In Alken. Wat doe je voor werk of studie? Ik werk momenteel in Globachem voor landbouwbestikkering. Wat zijn je hobby's en interesses? Ik ben nu toch al redelijk wat beter aan het worden, ook met video-editing en al. Ik ben dan nog aan het experimenteren en al, noem maar op. En dat komt wel goed. Voilà. Dan. Heb je een favoriete sport of sportteam? Zo ja, welke? Wel, dat is maar één. Dat is de Belgische voetbal, de Red Devils. Red Devils. Go Devils, go Devils. Haha. Wat is je favoriete boek en waarom? Mijn favoriete boek is... Geen. En waarom? Ik lees niet. Heb je een favoriete film of tv-show? Zo ja, de welke? Oh, moet je daar nog echt vragen, Kripknons? Er is maar 2 maanden dat er een stop is. Dat is juli en augustus. En de rest van het jaar is er 1 soap of VTM. Die elke dag van maandag tot de vrijdag te zien valt. En wat dit is dat? Heel veel van mijn kijkers, heel veel van mijn fans zullen het nu al weten. Dat is... Familie. Wat is jouw favoriete vakantiebestemming en waarom? Mijn favoriete vakantiebestemming is... nu moet ik oppassen, hè. Ik ga geen foute antwoord geven. Eens even kijken. Italië. Dus waarom Italië? Omdat je daar ook de Gardameer hebt. En dat is een hele mooie meer. Ook met heel mooie huisjes en al. Daar heb ik ook een hele mooie pretparken en al ook gelegen en al. Dus echt een heel mooi gebied. Zeker is de moeite waard om daar naar eens naartoe te gaan. Dan, wat is je favoriete gerecht om te koken of te eten? Moet je dat ook weer vragen? Ik hoor al heel veel kijkers al zeggen... Macaroni met kaas en hasp! Dat klopt. Als je superkracht kon hebben, welke zou je dan zijn en waarom? Vrede te geven aan de wereld. En waarom? Dat er nu te veel oorlog is in de wereld. Voilà. Wat is de meest memorabele moment in je leven tot nu toe? Wel, sorry als ik het zeg, Kipkenons. Memorabele, wat moment?
Wat memorabele betekent, weet ik niet. Dus dan ga ik die vraag ook niet beantwoorden, omwille van dat ik het woordje memorabele niet in mijn woordenboek hier in mijn hoofd weet te vinden van, wat betekent dat woord? Sorry, ik ben er heel eerlijk in, hè, nu. Ik ben er echt heel eerlijk in. Heb je huisdieren? Zo ja, vertel me over hen. Je hebt altijd huisdieren. Iedereen heeft huisdieren. We hebben hier pissebedden. We hebben hier muggen. We hebben hier vliegen. En we hebben hier ook wel spinnen. Natuurlijk hooiwagens, huisspinnen, noem maar op. Dus ja, ik heb huisdieren. Iedereen heeft dat. Wat is je grootste prestatie waar je trots op bent? Bowling. Omdat ik het toch eens ooit eerst in België heb kunnen staan. Yay! Wat vind je leukst aan je werk of studie? Dat ik onder mijn collega's kan zijn en al. Dat er toch ook gewerkt kan worden. Dat de tijd dan ook doorgaat. Noem maar op. Voilà. Wat zijn je doelen om voor de komende 5 jaar? Is toch eens een vakantievlog te kunnen neerzetten. Ja, een vakantievlog. Wat is je grootste inspiratie of rolmodel? Dat is Enzo Knol nog altijd. Wat is een feit over jou dat de meeste mensen niet weten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want heel veel dingen staat toch al sowieso al openbaar. En ja, ik weet het dus. Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Hoe breng je graag je vrije tijd door? Door met mijn vrienden te zijn. Gezelschapsspelletjes te spelen. Gaan wandelen. Eens naar een pretpark gaan. Eens naar een cinema gaan. Voilà. Wat vind je het belangrijkste in vriendschap? Dat je elkander... dat wees gaat altijd zo wat in het midden. Dat je ook geeft en ook terug neemt. Dus, en dat is een mooie vriendschap. Dus nemen en geven. Dus nemen en geven in vriendschap. Heb je ooit iets spontaans gedaan dat je nooit zult vergeten? Vertel erover. Ja, spontaan zelf de beslissing genomen om elke dag, ja, of toch bijna elke dag, ik zal het zo zeggen, bijna elke dag, een vlog online te zetten. Omhoog van, dat zal ik ook nooit vergeten, omhoog van, dat is het leukste moment in mijn leven van te zeggen van, een, ja, wat gaat daarmee leiden? In de YouTube-wereld. Waar gaat dat mij naartoe brengen? En ik probeer nog altijd, ik geef dat ook eerlijk toe, ik blijf nog altijd met beide voeten op de grond. Dat probeer ik nog altijd zo goed mogelijk te doen. En daar ben ik blij om dat ik dat nog altijd kan. Dan Randy Paret. Ken je het merk BE? Appelmoes. Nee, ik ken het niet. BE Appelmoes. Ik ben er nu zelf ook eens aan het kijken. Is dat van Albert Heijn? Nee, dat is AHA. BE? Nee, BE. Ik eet altijd van Materne. Appelmoes. Ja. En dan zeg ik zo aan kijken. Ja, van Materne. Appelmoes. Oké. Dan weet je dat. Kan je deze letters luidop zeggen? B-A. Welke merk cola vind je het best? Welk merk? Ja, Fanta Lemon. Dat is ook van de Coca-Cola merk, hè. Denk daaraan, hè, mensen. Denk daaraan. Pas op. Fanta Lemon vind ik heel lekker van de Coca-Cola merk en Coca-Cola Vanille. Oh, die is ook zo, zo heerlijk. Heb je een A of een B akkoord voor jouw woning?
dat ik het niet weet. Heb je al eens een B-akte ondertekend? Hè? Daarvoor is samenpunt, om zo van die dingen te bespreken. Wat vind je van koning Beatrix? Die mag er zijn. Die mag er zijn, ja. Doekie opnieuw. Kan je eens een voedingadvies vlog maken met tips en tricks bij het warme weer? Nee, kan ik niet. Kan ik echt niet. Kan ik echt niet, Doekie. Dat is echt heel moeilijk voor mij, voor zo'n voedingadvies te geven. Wat ik dan doe is, in die warme tijden, toch heel veel aardbeien eten. Oh, jaasbieren. Zo gelijk was hier in Limburg zeggen, jaasbieren. Wat doe je bij hitteslag? Veel rusten. En wat doe je bij onderkoeling? Oh my fucking god. Dat moet ik allemaal kennen van het Rode Kruis. Maar Doekie, ik kan sowieso zeggen, ik ben bij het Rode Kruis elke als logistiek assistent, niet als eerste hulpverlener. Ik geef dat eerlijk ook toe. Dus, hoe herken je een hypo? Burp, ik weet het niet. Ha! Ben je de slimste? Dan moet ik het eigenlijk allemaal eens opzoeken. Dus, voor de mensen, informatie te geven. Wat doe je bij een hitteslag? Zorg voor een koelere plek of een koele douche. Laat de persoon zelf iets eten of drinken met zout erin. Laat de persoon rusten door te zitten of te liggen. Gaat het niet beter, bel dan de huisarts of huisartsen spoedpost. En wat doe je bij onderkoeling? Wat doe je bij onderkoeling? Bel of laat 112 bellen als de slachtoffer suf is of wordt. Breng het slachtoffer naar een warmere omgeving. Verwijder, tussennaastjes knip, eventueel natte kleding. Wikkel het slachtoffer in een isolatiedeken. Geef het slachtoffer niets te eten en te drinken als deze suf is of wordt. Voilà. En hoe herken je een hypo? Dus ik wil geen foute informatie geven, dus dat is allemaal via Google. Hè. De klachten waaraan een hypo kunt herkennen zijn zweten, trillen, gapen, bleek zien, wazig zicht, hoofdpijn, duizeligheid, hongerig gevoel, gevoel van kou, hartkloppingen, vermoeidheid en stemmingswisselingen. Het is belangrijk dat u weet hoe u reageert op een lage bloedglucose. Voilà, bij deze weten jullie dat. Dan Benny de slimste. Hey Dimi, hoeveel metalen achterstand moet je hebben om steungeld te trekken? En wel, dat is gewoon al. Ik vind dit zo vragen. Vind ik discriminatie. Je discrimineert mij. Dat moet je zelf maar eens opzoeken. Hoeveel YouTube-abonnementen moet je hebben om geld te strijken? 1. Je moet 1000 abonnees hebben en 4000 kijkuren op een jaarbasis tijd. Hoeveel verdien je daarmee? Dat hou ik in het midden. Dat hou ik voor mijn eigen. Dat moet niemand te weten komen. Dat komt ook niemand te weten. Ik wil ook zo'n succesvolle vlogger zijn gelijk jij. Heb je tips wat ik daarvoor moet doen? Kom ik ook in aanmerking voor zo'n bijna gratis appartement? Dit vind ik opnieuw discriminatie. Kom jij in aanmerking voor een bijna gratis appartement? Ben je slimste? Ik antwoord daar niet op. En voor een succesvolle vlogger te zijn, wel, daar wil ik wel een antwoord op geven, je eigen blijven zijn. Exo, is uw reisstuur ondertussen al gekalismeerd? Ik weet dat dus niet. Moet ik nog langskomen en wil je mij deze keer dan IB niet laten zitten? Oké, dat is goed, Exo.
Ik zal nog eens kijken wanneer dat ik echt eens tijd heb. Hoogstwaarschijnlijk ergens volgende week. En dan gaat er nog iets speciaals gebeuren, mensen. Voor, ik ga sowieso zeggen, voor de vakantiegangers. E-mail. Je zei dat je ging stoppen met liegen, half jaar geleden. Maar dat is nog niet het geval. Dat was dus ook een leugen. Hè? Ik heb totaal niet meer gelogen. En wel in deze Q&A heb ik totaal nog altijd niet gelogen. Ik heb nog altijd puur de waarheid gezegd. Dan, Randypet, hij liegt elke vlog, dat is niet waar. Hij zegt dan, ik ga de vlog afsluiten en rammelt hij nog een uur verder. Soms heb ik dat wel eens, dan krijg ik er in één keer weer zo'n boing, een idee van, oh ja, dat wil ik ook nog eens even gauw doen. Oh ja, ik kan ook zelfs nog eens, ja, dat kan ik ook nog doen hoor. Nog een Trivial Pursuit hier nog eens even achterhangen, als het niet te laat wordt. Waarom staat er een waterkoker op je badkamer? Waarom staat er een waterkoker op mijn badkamer? Die heb je dus daar al heel lang niet meer weggehaald. Waarom die daar staat, ik weet het niet. Voor de versiering. Dus jij neemt een douche en doet dezelfde kleren aan. Soms wel. Als ik er soms een schrap moet zijn. Ja, dan doe ik soms wel eens dezelfde kleren aan. Ja, sorry. Ja. Juicy AD. Jij zegt altijd, jij zal aanwezig zijn met de Psycho TV community, maar wie zijn dat dan? Jij persoon, jij naam niet meer wil van zeggen. En wie dan nog? Momenteel niemand. Wil je eens de snor challenge doen, zodat je een maand snor niet scheert, maar wel baart? Oh my god. En dat is in november. Dat is nog even. Hoeveel dagen telt november? Oeh, 30. Dan ga ik me scheren op 31 oktober. Ja, 31 oktober ga ik me scheren en dan tot en met de 1e december, hè. Om 12 uur 's nachts, dus 00, dollepunt, 01. Begin ik me wel alles te scheren. Kan ik wel doen. Help me dat dan nog wel eens aan herinneren, de DC. Dank u. Dan Smurf. Hallo Remus. Ik voor namen dat je weer eens de boer op bent. Goeden zo. Ik zelf had ook een pauze moeten inlassen, want ik had ook velken van mijn vingerke gebeten en veel pijn. Ook mijn tante Erna was op bezoeksken en altijd veel zagen. Oké, ik ga niet de scheldwoorden lezen. En wat vinden jullie ervan dat de Europese kampioenschappen voetbal Argentinië niet eens uitgenodigd zijn? Ze zijn immers het wereldkampioenen, niet fair. Dat weet ik niet waarom dat is. Over die fair play, nee, tegen. Soms vraag ik me af, hè, waarom dat jullie zo van die vragen allemaal stellen. Wat is je facasme met Europa Truck Simulator? Wil je ook graag vrachtwagenbestuurder worden? Is dat frustraten vanwege dat Nalu dat ene keer daarin? Ziet eens, wat de fuck voor vragen staat jij allemaal? Smurf? Sorry, als je nog eens ooit zo vragen nog eens stelt, dan nodig ik u niet meer uit op de Q&A-vlogvragen. Gewoon van, ik snap er toch de holle tiet van uw vragen. Sorry. Ik ben er heel eerlijk nu in.
Dan, Tuesday AD. Dag Diem, ik kreeg daarnet anoniem bericht van iemand die zei dat jij je stuur gekocht hebt met donatiegeld. Dat jij hebt gestolen van de Rode Kruis, is dat waar? Oh. Nee, dat is niet waar. Ik ga het nog eens één keer ook nog eens duidelijk maken. Sorry Rode Kruis dat ik jullie er opnieuw eens erbij pakt. Ik had die donatiepot hier al heel lang staan. Ik heb daar mijn eigen geld er dan nog eens beginnen in te gooien. Omhoog van, ik zocht een spaarpot. Dus al mijn kleingeld zat daarin. Ik moest dan naar de verkiezingen gaan. En ja, ik heb die hier dan liggen, maar met niet het, het nadenken van, oei. Dat kan verkeerd overkomen in de video's. Dat klopt. Ik ben daar ook echt 100% fout in geweest. Ik ben er echt fout in geweest. Dat was geen donatiegeld wat daarin zat. Nee, totaal niet. Donatiegeld zat er ergens anders. Dus ik hou daar echt nu perfect ook allemaal bij. Ook op mijn website kun je dat een klein beetje volgen. Ik heb het wel met een donatiegeld gekocht. Dat geef ik eerlijk toe. Voilà. Omhoog van, jullie wou ook iets dat ik eens aankocht. Oké, dan deed ik dat ook. Voilà, zo voor Eurotruck Simulator. Ja, koop dan eens een stuur, koop dan een stuur. Oké, ik heb bij deze een stuur gekocht. Voilà. Doekie, is het Bisschop of Spiekeloos voor jou? En waarom hebben ze de naam veranderd? Kijk, en waarom hebben ze de naam veranderd? Kijk, dat moet je aan die bedrijf vragen, Doekie. Moet je niet aan mij vragen. Ga alsjeblieft naar de CEO van die bedrijf toe. En dan zal je wel de antwoord tenminste krijgen. Niet van mij. E-mail, heb jij een toestel in de badkamer waarmee je komt? Promo maar zodat je kan gerimd worden. Ik ga heel eerlijk zijn. Ja. Ik ga heel eerlijk zijn. Ja. Sorry dat dat eens even in beeld is gekomen. Voilà. Waarom noemen Belgen kwark platte kaas? Snap niet. Ik ook niet. De DC. Want kaas. En platte kaas. Ik lust dat echt niet. Oké, eindelijk zijn wij voorbij de Q&A-vragen van Discord. Ik moet nu nog de Q&A-vragen openen op mijn YouTube-account. Ik heb wel een weergave donker. Dum-di-dum-di-dum. Voilà, een donkere achtergrond. Je kanaal. Dan video's, dan van oud naar nieuw. Dus ik ga ook die van de Q&A 24 juni er ook erbij nemen. Voilà, dan weten jullie dat. En weet je wat? Ik pak die ook nog van de foute muziek er nog eens bij. Die moet er wel door. Aandelen aan het verkopen zijn. Door ik hoor nog ergens. Ja. Ik ben nu alles op pauze aan het zetten. Wat voor reclame, mannetjes. Ja. Excuseer. Oké. Vlog 1856. 8 reacties opgekomen. Charlie Fox, leuke video. Je zou een videoclip moeten maken van het liedje dat Juicy HD heeft gemaakt. Ah ja. Juicy HD heeft dus deze muziekje gemaakt. Ik zal het jullie nog eens laten horen. Als ik het even vind. Ik denk dat ze deze bedoelt. Thank you.
zit erin. Racen tot het einde in een win. Bekend van de stippenlijn. Altijd goed voor een fijne lijn. Q&A, vragen van fans elke dag oké. Q&A, Cycoff doet het op zijn eigen manier. Hey, met de headset op zijn hoofd. Slaan de games, nooit een kloof. Video'tjes editen in de nacht. Nieuwe avonturen altijd bedacht. Eurotrucker, je brengt zo ver. Elke trip een avontuur zonder meer. Mouwen omhoog achter het stuur. Zingen door het landschap puur. Met de headset op zijn hoofd, slaan de games, nooit een kloof. Video'tjes editen in de nacht, nieuwe avonturen altijd bedacht. Eurotrucker, je brengt zo ver, elke trip een avontuur zonder meer. Mouwen omhoog achter het stuur, zingen door het landschap. Pam pam pam. Ah, wel, dat heeft George Hughes, ja, die toch wel echt heel mooi in elkaar gestoken, hè? Marcel staat veel te luid als je wat luider praat of zingt, vervormt het geluid langs alle kanten. Verder is het wel een leuke video, behalve het geluid dan. Oké, volgende keer zal ik er te goed is verder op letten. Plus, ik werk ook nu met een andere programma. Kan je hier integraal mee stoppen met dat te zingen? Via wijnkopenauto's.be. Ja, dus je hoort het. I see the tens of people had the... Ja, ik kon dus niet nazingen. Nee, ik kon het dus totaal niet nazingen. Mijn hond krijgt er te stuipen vanop zijn lijf als je die hoort zingen. Echt waar, mensen, daar ben ik eerlijk in. Voilà, ben ik de slimste? Kijk, ik heb me geamuseerd. Jij niet. Jij zit aan het zeuren. Voilà. Dan, mooi gedaan. Wanneer ga je je koptelefoon op doet, horen we dat liedje niet meer. Ai, goed vlog nagekeken of je soundcheck gedaan. Misschien lukt het als je aan de 2000ste vlog zit. Ik ben nu ook al beginnen te veranderen. Ik heb ook een andere edit programma. Oké. En dan Peter de Art, super video, let's get loud! E-mail bro viewbot, raren, dankjewel. En dan Heinonke, jij sukt echt mega hard in editen, maat. En jij doet dat al jaren aan een stuk, zo gezegd. Eén. Wauw, ik ben in één keer om... Ja, ik heb daar weer al mijn best gedaan, kijk hè. Dus ik krijg hier weer al... commentaar dat ik het weer al niet goed heb gedaan. Kijk, dit stukje bedoelt hij dan. Top 25. Kijk, hè. Ik nog wil laten horen aan jullie welke blablabla. Heb gezet. Maar eerst moet ik me dan wel voor eens omkleden. Dus 3. Dus hier 2, is dat dus klemmetje slecht 1. Gegaan. 1. Wow. Ik moet leren editen. Ik heb dat toch goed gedaan? Of niet? Wat vinden jullie daarvan, kijkers? Laat het hier eens in de reacties weten. Oké. Dan gaan we door naar vlog 1857. 18 reacties opgekomen. Dan Hamza Salam, Dimi. Als jij gaat magneetvissen, heb jij soms last om die magneet van jou af te krijgen? Ha 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 ha. Heb je al eens iemand met een metalen beperking Echt waar. Kijk, mensen, zo van die reacties. Hamza, je krijgt nog één waarschuwing als je nog eens zo ooit een reactie plaatst
ik ga je één ding zeggen, hè. Jij zit echt niet wijs in je hoofdje wat jij neerschrijft. Want jij doet mensen met een bepaalde mentale beperking pijn, hè. Jij doet die echt pijn, hè. Want zo'n reacties, hè, daar lachen die niet mee. Ik kan daar ook mee verder gaan, want dit noem ik cyberpesten, Hamza. Cyberpesting naar de mentale beperking mensen toe. En daar staan serieuze straffen op. Dus denk nog eens logisch na wat je er binnenkort nog eens gaat opschrijven. Bij deze heb je nu een waarschuwing aan jouw been. Dan, Peter Cilly. Wow, rustig, Dimi. Oké. Allee, weer een klam. Wat rustig, Dimi. Als ik jou bezig zie doen, vraag ik me integraal af of je wel toerekeningsvatbaar bent om met de wagen te rijden. Daar ben ik eerlijk in. Nogmaals, hoor die fucking commentaar voor je eigen, debiel. En dat was dus, ik weet niet naar wie dat was. Ik denk naar Benny de Slimste toe. Maar schiet me niet dood als dat fout is, hè. Maar ik wil Benny de Slimste hier ook niet in beschuldiging brengen. Bij deze. Waarom lach jij mensen met kunstarm uit? Ik lach die niet uit. Ik ben blij dat dat bestaat, Peter Cilly, een kunstarm. Dan kunnen die mensen opnieuw weer al verder met het leven. Wat ze dan bijvoorbeeld met die beperking hadden. Dat ze geen arm hadden. En met een kunstarm kunnen ze eindelijk terug dingen beginnen op te pakken. Handjes te schudden. Noem maar op. En ik ben blij dat dat bestaat. Dimi denkt dat OCW geld uitdeelt. Ik denk het niet. Daarvoor moet je nog altijd zelf voor gaan werken. Dank u. Je hebt legit 1,5 kilometer gewandeld. Zwak. En dan? Emiel. Goeie vraag wel. Huh? Welke is je favoriete ismi? Bijvoorbeeld autisme, racisme, daar ga ik dus niet meer op antwoorden. Dan hebben we nog Smurf. Zeg Halven, nu vraag ik specifiek in het begin om al mijn vragen voor te lezen en de zin erna lees je al niet meer voor. Registreer er eigenlijk iets in uw bovenkamer of lees je gewoon klakkeloos over alles? Nee, over zoals een aap of is dat een drugsprobleem? Heroïne? Heel slecht voor je bruine massa. Echt waar, stop eens met zo van die commentaarlijke zinnen te geven. Ook bij deze heb je een eerste waarschuwing tegen jouw klikken en klakken gekregen. Je noemt Benny een debiel, maar dan gaat je promotie maken voor R-Hub en pots kopen. Wie is dan een debiel? Als je nu sorry zegt tegen mij, dan kan ik overwegen een R-Hub sponsorship te regelen voor CycleTV. Oké, sorry Benny de Slimste, wel boef, maar ik het nu maar eens waar. Ik wil nu eens zien als je dat kunt. Dan heb je je opnieuw eens bewezen. Dan begin ik je opnieuw wat te vertrouwen. Wauw, 60 euro verspild aan rommelpots. Zodat je nu 300 liter water kan drinken. Je kunt ook water drinken zoals normale mensen. Daar heb ik dan op gereageerd. Hou je commentaar eens voor jouw eigen. Dit doen veel mensen. Dus laatste waarschuwing, als je nog zo'n commentaar geeft, vlieg je opnieuw overal. Discord, YouTube, Twitch. Een gewaarschuwde persoon is er twee waard. En dat is ook weer al waar. Waarom wil je mensen naapen? Waarom zeg je altijd dat doen veel mensen? Kijk eerst naar uzelf, maat. Kijk. Omhoog van, ik heb een erg ook van dichtbij. En ik was verkocht. Ik was gewoon verkocht. Maar ik had gewoon, moest ik het juiste moment vinden. Om die drinkbus te kunnen kopen. Voilà. Dan vliegt Bert er ook weer
Overal af bij deze. Ik denk het niet, Boterham Vlogs. En dan hebben we nog een user. Moet je wifi eruit? Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Boosidepens. Ha, hoe delusinaal kunt je zijn om te denken dat AirHub kijkt naar uw video's? Die moeten niet naar mijn video's kijken. Kijk, ik heb eens een leuk product gekocht. Ik geef dat eerlijk toe, ik heb dat gekocht. En als ik er graag reclame daarvan wil maken, maak ik daar graag gratis reclame ervoor. Daarvoor moet AirHub niet naar mij eens toekomen. Nee, dan moet dat totaal niet. Dan doe ik het met plezier. Moet er niks in return voor hebben. Ijsblokken leggen ze in diepvries soefen. Ja, oké, dat klopt. Gaat van mijn grond af, brokkenpiloot. Heb ik je al niet eens een waarschuwing gegeven als je dit nog eens zegt dat je... Oké, sorry. Ben je de slimste? De laatste waarschuwing. Ik heb nog eens nagevraagd, echt waar. Die grond is niet van u. Die grond is niet van u. Ah wel, Benny. Dan moet je hier eens komen aanmelden. Voor mijn onderbuurvrouw. Mijn schuilse onderbuurvrouw. Mijn bovenbuurman. Mijn buurman. Ja. Dan nog mijn schuilse buurvrouw. Die zetten hun auto daar ook regelmatig. Dus, ga daar ook dan eens klagen. Voilà, dat is mijn mening nu. Ik heb geen favoriete AirHub smaak, want ik ben geen 12 jaar oud en ik kan gewoon water drinken. Ja, dat is ook goed. Dat is ook heel mooi. Dan krijg je een duimpje omhoog. Dan hebben we hier vlog 1860. 14 reacties opgekomen. Dan Alivator, jij vindt het gaatje niet, denk ik, maar Bea wel volgens mij, die kan er niet naast kijken. Ook sluiten als ik het gaatje vind. Ah, van mijn deur, van mijn auto, kijk maar, ik sta hier aan mijn auto. En wat heeft ook een auto? Ja, voor een sleutel in te steken. Is dat nog tegenwoordig met de nieuwe auto's? Moet je daar nog een sleutel voor hebben? Ik weet het niet. Laat het eens even in de reacties weten. Als je tegenwoordig de nieuwe auto's, hebben die nog sleutels? Of is dat zo continu met een afstandsbedieningske? Eindelijk terug, vlogske topper. Dankjewel, daar geef ik een hartje voor. Groetjes aan Bea daarheen, dat zal ik zeker doen. Tech. Benny, jij mocht tijdens... Het autorijden zelfs uw gsm niet vasthouden, Soefin. Je kent integraal niks van de wegcode. Bij deze raad ik jou aan om uw rijbewijs in te leveren, zodat het voor ons een stuk veiliger wordt op de baan. Daar ben ik eerlijk van. Wel, Benny, dan moet je ook in een klacht gaan indienen voor Enzo Knol. Veel succes. Dag! E-mails profielbot. Wij weten allemaal dat Bea daar zit. Oké, als je dat denkt, dan is het maar zo... dan Benny, saldo ontoereikend. Huh? Oei, weer een reclame. Dum, didum, didum. Oh my god, 9 seconden reclame. Nee, 14 seconden reclame. Oké, ik ga meekijken, hè. De kaart scannen. Pak hem niet. Pak hem weer al niet, of wat? Nee. En ik word weer gestoord. Ah ja, daar stak die type even in. Die moet je altijd zo heel rustig induwen. Ziet. Pomp 2. Kom toch, dus tanken. De saldo ontoereikend. What the fuck zeg je te zeggen? Met een pincode. Ziet, voilà, en het lampje gaat toch aan? Dus okay, waarom is dat saldo dan ontoereikend? Tanken en pomp 2. Oké. Okay. Ik ga dat ook maar eens doen. Maar
eerst mijn portefeuille terug wegsteken. Mijn sleutels erbij nemen, want ik moet mijn... Helemaal terug naar de Q&A. Dan Bobbert. Hallo Dimitri, een leuke stemvervormer om Bea te blurren. Zo weet niemand dat Bea is die het zegt. Denk dat Bea dit zeker zal appreciëren. Groetjes aan Bea. Oké, ik zal er groetjes overbrengen. Let eens wat meer op de baan in plaats van rond te kikken. Wat als er op dit moment... Oh, daar begint Benny weer al. En dan Hamza. Dus ik stop al met Benny, hè. Dan in jouw vlog zeg je dat je nieuwe schoenen hebt, maar al je schoenen zijn nieuw, want je gaat nooit... Weer al discriminatie. Alexander. Hallo Dimi, top filmpjes. Jouw livestream bekijk ik niet zo vaak, maar jouw filmpjes kijk ik elke avond. Ik raad je aan om deze filmpjes door te gaan, want ze zijn echt een heel goed ontspannend om naar te kijken. Groetjes, Alexander. Mijn vriendelijke groeten, Alexander. Alhoewel, dat is een hele mooie comment. Echt waar. Love naar Alexander toe. Bear Force, blij dat je terug bent. Echt waar, mensen. Ik ben ook blij dat ik terug ben. Tuurlijk ben ik blij dat er terug vlogs zijn, want dan kan ik nog eens iets leuks op YouTube te zien krijgen. Oké. The Legends is back. Dat klopt. The Legends is back. De volgende. Vlog 1861. Drie reacties. E-mail. Kunt gij uw veters niet strikken of wat? Ik kan dat perfect. Ik kan dat perfect. Dimi, gij... Gaat vommen gaan. Of wij komen u halen bij deze. Ik heb er op gereageerd. Betaal jij dan mijn ticket, Seaman? Dan ben ik eens benieuwd waar zijn reactie nu gaat zijn. Echt waar, mensen. Bij deze. Vlog 1862. 6 reacties opgekomen. Zet jij uw auto daar neer als je toch niet gaat tanken? Weer eens te lui om... Die paar meters te lopen, Soefin. Oké, dus Benny, weet waar. Soms denken we... Ik niet alleen, Benny, dat als onze auto's daar staan, dat er toch een en ander eens een keer gebeurt als ik zeg van, kijk, ik ga die daar neerzetten. Voilà. En mijn auto heeft geen airco, nee. Moet dat? Nee. Keizer Gamers, want een airco, dat is een luxe product. Heb ik luxe nodig? Nee. Echt niet. Ik moet geen luxe hebben. Bah! Maar het is wel mooi als je het hebt. Voilà. Dan Keizer Gamers, probeer spa te drinken, is ook heel lekker. Dat weet ik, maar ik heb al spa's leren drinken, maar ik paar kraantjes water, dat is nog altijd veel gezonder dan spa water, heb ik horen zeggen. Ik weet niet als dat echt klopt, sla mij niet dood als dat niet waar is wat ik zeg. Maar kraantjes water hoor ik toch regelmatig dat dat toch nog altijd het gezondste is. Je eet en drinkt zo ranzig. Dankjewel Emiel, om zo'n mooie commentaar te geven. Echt waar, dankjewel. Duimpje omhoog. E-mail. 2 weken niet gaan werken omdat Maaske pijn doet van te veel choco te drinken. Nee, daar zit iets anders eraan. En daar word ik nu binnenkort eindelijk mee geholpen. Ik ga dus nu echt naar een psychiater toe. En naar een psycholoog. Of zoiets. Dat zijn moeilijke woorden. Dan 1863. 2 reacties. Als ik jou daar zie zitten... Zo zien staan in het weer, zie voorlezen, moet ik denken aan Jacotte Brokken, daar ben ik eerlijk in. Huh? Maar we zijn net terug van vakantie. Ah, weer een reclam, blablabla.
Ik haat dat, hè, dat als ze... Ja, ik moet ook dus naar mijn eigen reclame kijken, hè. Nee, en ik ga geen adblocker downloaden om dat te omzeilen. Waarom niet? Ik wil ook de andere YouTubers niet... Zijn hun geldinkomsten niet laten verliezen. Dat ik er zo bij sta, dat mag toch? Als je gaat zwemmen, heb je toch ook alleen maar dit aan, daar hier, dat gedeelte, hieronder. Dus, hoe de fuck is als ik met een blote bovenlijf zit? Voilà. Denk je nu echt dat wij debielen zijn en niet weten wat voor weer dat het is? Je hebt begeleiding nodig, niet wijssoefen. Benny, als ik daar goesting in heb voor dat voor te lezen, dan heb je daar goesting in voor. En moet jij niet beslissen van, wij zijn tabielen. Als ik hier eens goesting is voor heb, dat is voor te lezen. Fuck off met jouw fucking continu negatieve comments. Echt waar. Ja, ik weet het allemaal van, ik kan ook op die app kijken. Oh ja, ik ga dat schrijven van, oh ja. Denk je niet dat we echt debielen zijn, dat we dat niet weten wat voor weer dat het is? Oké. Ik ga er niet verder op in, ik lach je nu uit. Voilà. Dan zitten we op de 1864 vlog. Daar zijn 7 reacties op gekomen. E-mail. Jij kunt letterlijk zo een bakje vullen met water in de frigo zetten voor ijsblokken. Eens even kijken wat hij bedoelt. En daar is ook weer een reclame. Ah, nee, dat is het goedkoopste manier om ijsblokken te maken. Nu. Zelfs toen mijn onderbuurvrouw niet thuis was. En nog eens opnieuw. Maar dat zat toen ook nog vast. Alles is er bijna wel uit. Woehoe. Maar ja, oké. We gaan verder. Waarom vult jij geen emmer met water als jij dat zelf niet gebruikt? Ik gebruikte dat wel. Want ik heb het over mij gekapt, die koude emmer. Je bent bijgekomen, denk ik. Ik ben een klein beetje bijgekomen. Ik heb gelijk. Maar ik probeer dat er terug af te wandelen. Bea zegt tegen ons dat ze niet meer bij jou wou zijn. En dat ze naar psychiater gaat om u los te laten. Wat denk jij daarvan als je dit hoort? Dat jij u daar fucking hell u daar niet mee moet bemoeien. Opnieuw, Benny. Ik dacht dat Bea niet meer in uw vlogs ging komen. Jij zit een dikke, vuile leugenaar. Echt waar, mensen. Dimi doet niks anders dan zijn fans beliegen. Ik doe mijn best. Boterham vlogs. Tomorrowland kakmuziek? Dat is jouw mening. Mijn mening is, goede muziek. Pieter de Aard, eerste. Top dat je de eerste waard. Dan zitten we aan de mini-vlog 1865. Toch 3 reacties opgekomen. Amai, dit is heel kort voor een vakantievlog. En je streamt dan ook bijna niet. Lange vlogs in het weekend weer niet waargemaakt. Dat klopt. Het was gewoon te warm deze weekend. Het was gewoon niet te doen. Hij zit dus blij dat het nu zo'n hele grote vlog is bij deze. Boterhamvlogs, huh? Mooie leugens. Weer al, Dimi. Jij zegt in het weekend altijd langere vlogs. En het eerste weekend, ik wist niet dat die weekend die is geweest, zo ontzettend warm ging zijn. Echt waar, mensen. Het was echt heel, 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 heel warm. Dan hebben we nog de laatste vlog, 1866. Daar zijn 5 reacties op gekomen. E-mail. Enigste wat jij op uw boterham doet, is suikergelateerde ingrediënten. Oké, dan, dat is jouw mening. E-mail, jij bandt mensen veel te snel. Dat is niet waar. Ik sta nu op mijn streep.
voor de rest zijn het allemaal negatieve comments. Ik heb het zo snel als even doorgenomen. Dus goed, ik ben niet de slimste wereld, zo negatief als iets. Ben je de slimste bij deze een laatste waarschuwing? Dus als je nog zo'n negativiteit of nutteloze comments gaat inplaatsen, ik ga het niet meer voorlezen. Voor jou ook hetzelfde e-mail. En dan was er nog een die ook zo is regelmatig is van die comments neerzet op mijn YouTube-filmpjes, die eigenlijk er niet op horen. Ik ben nu heel snel aan het zoeken. Want ik wil niet foute mensen gaan beantwoorden. Die zijn allemaal. Oké, dus dit gaan we allemaal even verwijderen. Dus ik ben nog zo snel eens even zo aan het kijken wie het daar nog intussen zat die ik ook een waarschuwing gaat geven. En Hamza, juist. Die drie. Dus Hamza, Emiel en Benny. Bij deze hebben jullie nu een laatste waarschuwing. Als jullie nog zo negatieve of nutteloze comments gaat neerplanten, dan lees ik het godverdomme niet meer voor. Ik geef daar nu eens heel eerlijk eens de antwoord op. Ik ga mij niet meer neer laten halen. Ik ga dat echt niet meer doen. Nee, ik ga dat echt niet doen. Nee. Sorry. Voilà, bij deze. Ga ik er nog eens aan toevoegen? Nee. Ik ga hier nu ook de vlog volledig mee afsluiten. Ik hoop dat jullie ook nu hebben genoten van de Q&A. En ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. Dus ik ga nu nog de vlog volledig nog in elkaar steken. En dan richting mijn bedje gaan. Tot later allemaal. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal later terug. Tot later allemaal. Yo.